waar is nou de regio? Wat doen we met die regio? Wie wil reageren? Wie wil een vraag stellen? Wie heeft iets gemist? Hebben we nog een laag niet aangeboord? Misschien zijn er nog wel meer lagen die een rol kunnen spelen. Daar staan de microfoons. Gaat u maar alvast staan. Ja. Mijn naam is Frans Vonk. Ik heb hier een geschiedenis in deze regio met internationale samenwerking. Dus ik heb wat ervaring met het niet functioneren van de euroregio als gebied met een betekenis voor het gebied. Een groot deel van de destijds collega's, zowel binnen als buiten de ambtelijke organisaties en het bestuur, wisten soms helemaal niet wat een euroregio was. En ik kom dus daarom op een beginvraag, namelijk, waarom zouden we die euroregio, die dus blijkbaar nu al 20, 30 jaar niet functioneert en geen imago heeft van een gebied dat betekenis heeft, waarom zouden we dat nou nieuw leven in willen blazen? Want er zijn in de euroregio allerlei pogingen al gedaan om de organisatie daarvan anders te laten functioneren. Er waren grote aantallen commissies waar bedrijven en gemeenten hebben deelgenomen. En dat functioneerde niet. Ja. Dat is gereorganiseerd. En ik heb onlangs een gesprek gehad met de nieuwe directeur van de regio. En die zei, ja, we zitten nog steeds met de vraag, kunnen wij iets betekenen? Ja. En ik stel dus de vraag aan het forum en degene die hier nu bezig zijn geweest. We hebben het 20 jaar geprobeerd. Het is 20 jaar niet gelukt. Waarom zouden we daarmee doorgaan, panel? Wie wil een poging wagen? Mag ik nog even een opmerking aan toevoegen, Hans? En dat is, ik zou als Europeaan willen dat we regionaal gaan denken en handelen. Alleen ik constateer bij allerlei instanties en personen dat dat nog steeds niet gebeurt. Oké. Okay. Is dat met een tegenvraag te beantwoorden? Jullie moeten de microfoons in de hand nemen. Waarom wil u als Europeaan de regio's bevorderen? Dus dan stel ik even de tegenvraag. Omdat ik denk dat het samenkomen van de culturen, want daar gaat het om, de samenkomst van culturen voor ieder van ons een verrijking kan zijn. Dat we een ander leven daardoor kunnen leiden, anders kunnen beleven. Dus u benoemt in principe een reden waarom het wel zou kunnen lukken. En tegelijkertijd is het ingewikkeld. Ja. Dus die spagaat zit. Die spagaat? Ja. Ja. En daar zijn we dus niet in staat geweest. Had zij 20, 30 jaar, ik weet niet precies wanneer de regio begonnen is. Maar ergens in de 60 jaar. Nee, later. Maar dat is belangrijk. Het is niet gelukt. Ja, dat is interessant. We stellen, we zitten in een spagaat. Ja. Want zo makkelijk is dat niet op te lossen. Nee. Wij met het project Culturele Hofstad, wij doen een poging daar een invulling aan te geven. En zonder nou al te flauw te willen doen. Maar we beseffen dat die spagaat er is. Voor het eerst zeggen wij, hebben we geconstateerd dat wanneer die regio met al zijn mogelijkheden, potentie, wanneer dat een ambtelijk project blijft, zetten we geen stap verder. Wij zeggen, dus zou het spannend zijn, lukt het je om tussen die mensen verbindingen te creëren? En dus zeggen wij maar heel kort door de bocht nu, mogelijk dat cultuur een instrument zou kunnen zijn om dat te verbinden. Dat is een ding. Maar dat is mij wat te kort door de bocht nu. Want spannender vind ik, en daarom wou ik de vraag stellen aan de mevrouw van Recentre, dus straks, die zei, misschien zit daar wel een antwoord in. U zei dus straks, wij doen hier met ontwerpers, werken we samen. En helemaal in het begin zei u, had u één zin, zei, omdat ze complementair zijn aan elkaar. Ze hebben elkaar iets te bieden. Misschien, als we kunnen formuleren wat dat complementaire is, in handelstermen zeg ik dan, misschien als wij echt beseffen wat wij kunnen halen aan die andere kant, dat we een soort beweging op gang kunnen zetten. Dus ik stuur even de vraag door naar u. Kunt u naar uw project met Recentre benoemen wat het complementaire in dit gebied zou kunnen zijn? Ja, dus je moet even naar boven toe. Ja.
natuurlijk. Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden wat juist het beste is uit elke regio. Ik denk dat we allen iets te bieden hebben. Ik kan nou niet juist benoemen van kijk, uit deze regio bijvoorbeeld, uit Maastricht komt dit en uit Hasselt komt dat. Bij ons is het gewoon duidelijk geworden als we alles samenwerken dat we komen tot iets moois. Ik kan net nu juist niet gaan analyseren wat van wie gaat komen, maar ik denk toch dat de sterkte ligt in de regio, dat wij kunnen die verschillende culturen samenbrengen en ons ook meer gaan profileren. En dat is wat wij proberen te doen in de culturele sector, om te kiezen voor de regio, zodat we ons beter kunnen profileren en alle krachten eigenlijk samen gaan bundelen. In plaats van weer iets hier te organiseren en daar weer iets te organiseren. Nee, we kiezen ervoor om iets groter te gaan en om hopelijk de term regio bij de mensen aan te wakkeren. Maar het was eigenlijk, om ik het even mag. Het was eigenlijk dezelfde discussie die Frank had met Aclee over de rationaliteit achter de oude spoorverbindingen. Er was een alledaagse rationaliteit voor mensen om de overkant van de grens te zoeken. En vandaag de dag is hier nog steeds de hypotheekaftrek of de huizenmarkt. En eigenlijk zijn we op zoek naar de nieuwe rationaliteit die ons op de een of andere manier ertoe zou brengen om weer die transnationale werkelijkheid op te zoeken. En als die niet is, dat is eigenlijk het commentaar. Als die niet is, gevonden wordt, dan blijft dat gewoon een bestuurlijk feest dat geen enkele worteling heeft in de manier waarop mensen zich hier organiseren. Maar we kregen antwoorden. We hadden vanavond al 3 dragers gevonden. Ja. Het verhaal van Aglaé vind ik daar heel helder in. Het is heel pragmatisch. Mensen gaan in de zorgsector, gaan van België naar Nederland omdat ze daar betere condities hebben om te werken. Zo kan je er nog een paar zetten. Hè? De directeur van de Toneelacademie Maastricht geeft daar op die vraag overigens ook een antwoord. Die zegt, de kunstvakopleiding in Maastricht, en dan gaat het niet om Maastricht, maar om het feit dat daar een aantal kunstvakopleidingen ontstaan zijn, die zegt, die liggen op de as, de Rijnland-Vlaamse as. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan zou die opleiding ook in Keulen of in Antwerpen kunnen liggen. En hij zegt, nee, die ligt precies in Maastricht. Want hier is de andere lijn, dat noemt hij de libertijnse lijn. De creatieve lijn van het Nederland. Dan krijg je dus plots een combinatie, de Rijnlands-Vlaamse as, wat hij zegt. Dat is de vakmanschap, het oude vakmanschap, gekoppeld met het vernieuwend creatieve. Dat zou een motief kunnen zijn. Ja, ik zit de zaal. Pas op, ja. Ja, ik ben Mertert Wouters, ik ben raadslid geweest. En ik weet in 98 of 99 was burgemeester Hoepen heel enthousiast. We zijn naar Brussel gegaan en we hebben daar de Maalsteden opgericht. Heel mooi programma. Ik zat in de culturele poot. En we hebben nog eens naderhand een bijeenkomst gehad. Er werden de taken verdeeld. En ja, later kwamen er al minder mensen. En de kunstafdeling Haifa Park nog eens een Aken speed date gehouden. Daarna was een bijeenkomst in Luik. En je zag iedere keer minder mensen komen en een bloede dood. Komt dat, want ik noemde iets van ambtelijk regelen. Dan heb je bijvoorbeeld raadsleden die gaan, als ze niet herkozen worden, weg. En dan komt er een nieuw college, nieuwe ideeën. Dan valt zoiets weg. Of moeten we toch eens gaan denken, pas lukt iets als er echt noodzaak is om te veranderen. Ik denk dat mensen pas bereid zijn om te veranderen als het water aan de lippen staat, dat ze niet anders kunnen. En een hele korte technische vraag had ik aan de laatste spreker, meneer Simons, dacht ik. Het probleem van het opslaan van zonne-energie. Maar dan zag ik u een aftakking maken naar H2O en water. Kun je het daarin opslaan? En hoe zit het met ons mijnwaterproject? Is dat een goed idee? Ja, Dirk. Dan probeer ik uw praktische vraag als eerste te beantwoorden. En uw eerste vraag ging eigenlijk over de regionale cultuur. Het mijnwaterproject is een mooi project, maar het is iets anders dan geothermie. Geothermie wordt op grote diepte gewonnen. En in het mijnwaterproject kan je prima warmte-koude opslag op kleinere diepte realiseren. Dus dat zit in de initiatieven waar we mee verder gaan. Het hoofdprobleem,
u legt daar de vinger op de zere plek van de duurzame bronnen, is dat ze ook niet alleen duurzaam, maar onbetrouwbaar zijn. De mensen die hier tegen zijn, die zeggen, dat zijn de onbetrouwbaren. Het zijn niet de duurzame, maar zo nu en dan waait het. Dan heb je veel elektriciteit. Zo nu en dan schijnt de zon, maar 's nachts in ieder geval niet. Dus daar zit een enorme fluctuatie in. Dat is, denk ik, een nog onvoldoende technisch geadresseerd probleem, zou je kunnen zeggen. Er zijn een tiental technische middelen om, misschien wel 15, om energie op te slaan. Maar het is erg moeilijk en je verliest een grote hoeveelheid energie in die conversie naar het opslaan. Een van de lijnen die in dat schema stond, was het opwekken van waterstof. Dus via elektrolyse waterstof uit water halen. En nou ja, daar heb je dan vervolgens een brandstof mee, waar je bijvoorbeeld auto's, maar ook machines mee aan kan drijven. Maar op het moment dat je op, laat ik maar zeggen, 50% duurzame bronnen draait, dan moet je voor die intermittency, noemen ze dat in het Engels, aparte technische maatregelen gaan nemen. Waarvan een deel nog, denk ik, zelfs buiten beeld is. Er wordt wel gezegd, je kan een deel in het zogenaamde elektriciteitsnet zelf oplossen. Hè, dus door het grid intelligent te maken en dat uw ijskast denkt van nou, ik ga me niet aanslaan, want de stroom is op dit moment zo duur, ik wacht lekker tot vanavond en zo. Hè. Dus dat al je apparaten zelf beginnen na te denken over wanneer ze nou het beste stroom kunnen inkopen. Dat kan de pieken er een beetje afscheren. Je kan, zoals in Engeland hebben ze een paar werkelijk prachtige waterkrachtcentrales die gebruikt worden in de pauzes van voetbalwedstrijden, waar heel Engeland naar kijkt. Dan hebben ze in de pauze plotseling, laat ik maar zeggen, 150 megawatt extra energie nodig. Dan valt een heel meer in Wales, als het ware, in 20 minuten leeg en levert een enorme hoeveelheid energie op. Er zijn allemaal vliegwielen, er zijn allerlei technische oplossingen, maar je weet zeker, alleen met batterijen ga je dat niet redden. De vraag voor de regio, cultuur in de regio. Kan energie daar, zou dat energievraagstuk nou een nieuw verschil kunnen maken in de manier waarop je met elkaar, de vraag die ik eigenlijk op het einde stelde, wordt hier weer herhaald eigenlijk, we hebben het al zo vaak meegemaakt. Zou dit een nieuwe energiebron kunnen zijn voor regionale samenwerking? Ik denk dat energiecultuur is cultuur met een kleine letter C. Jij had het over cultuur met de hoofdletter C. Ik denk dat in feite de identiteit van de regio als een gezamenlijk gevoeld verleden van energieopwekking een spoor is in mogelijke toekomstige samenwerking. Dat is een hele moeilijke, want we moeten ons ook realiseren dat de landen die hier vertegenwoordigd zijn in, laat ik maar zeggen, politiek en planningsopzicht andere wegen zijn ingeslagen. Hè? We zijn in Nederland zonder al te veel politieke discussie van het Rijnlandse model in iets wat we denken dat het Anglo-Saxische model is overgeschakeld. Maar in feite hebben we dat maar half begrepen. En in Vlaanderen zie je een revival van het type planning waar wij 20 jaar geleden na Jan Pronk van zeiden van ja, dit gaat natuurlijk zo niet werken. Dus we zitten voor wat betreft de planning echt op verschillende sporen. Dus het moet misschien via de omweg, via een driebanden stoot, via de cultuur met een hoofdletter C lopen, dat we die samenwerking ook echt tot stand kunnen brengen, want ik ben er nogmaals heel erg van overtuigd dat we zowel aan de westelijke kant als aan de oostelijke kant heel veel kunnen leren in energiebeleidsopzicht. Jean Monnet die zei, als ik Europa nog eens zou vormen, zou ik met cultuur beginnen. Nou, daar heeft hij groot gelijk in, denk ik. Een volgende reactie uit de zaal.
Ja, ik ben Fabian Seibert van Aken. Ik probeer het in het Nederlands te zeggen. Ik vond die nu presenteerde vier lagen heel interessant. Maar voor mij is het altijd een gevoel van waarom vind ik het nu heel leuk om hier te leven in de regio. En ik vond dat toen mijn studietijd in Aken helemaal niet. Dat heeft heel veel te doen met nog een misschien vijfde laag die daar bovenop moet geplaatst worden. En dat is de emotionale laag. Die heeft iets te doen met de identiteit van zo'n regio. En mijn ervaring is van, ik ben werktuigbouwkunde, ex-student. En dat mensen die in Duitsland naar Aken komen om te studeren, die hebben een droom om daarna naar ergens anders toe te gaan. Naar een grote, waar de industrie zit, Silicon Valley of wat dan ook. En zo'n begrip als Silicon Valley heeft heel grote emoties van succes, van persoonlijke ontwikkeling, van mijn eigen kansen te ontwikkelen en zo. En hoe gaan we dit voor die regio hier doen, zoiets, zo'n gevoel op te bouwen? Omdat, hoe kan je proberen dat mensen gaan zeggen, I like it here, I want to live here. En ik denk dat heel veel gepland is van bovenop, maar dat mensen daar moeten over praten. Dat ze echt moeten zeggen, de kwaliteit van het leven, die is heel goed hier. En dat wil ik zeggen. Oké, okay. Like ja, helder. Ja, dank. Frank, mag ik jou eens uitdagen? Je bent natuurlijk veel bezig met interstedelijke mobiliteit. Maar dit is een roep om die interstedelijke ruimte ook eens te vullen met emotie. Ja. Hebben we daar beelden van? Hebben we iets wat op de een of andere manier ons emotioneel tot pas op de ruimte gaat trekken? Ja, duidelijk. Wat ik merk is dat bestuurders of planners graag denken in concepten. In het westen van het land hebben we de Randstad. We hebben zo'n experiment gehad met Rotterdam. Rotterdam begreep dat het vast zat in zijn eigen gemeentegrenzen. Besloten eigenlijk het op te delen in kleinere eenheden. Dus die deelgemeenten zouden gemeente worden. Ongeveer even groot als hun buren. En dat zou één groot nieuw ding zijn. En toen schrokken mensen ervan. Want je gaat Rotterdam opheffen. Dat kan niet. Dat is die identiteit. En het is heel lastig als mensen komen uit Limburg, omdat ze regio, Riaan. Het is heel lastig om die tweede bedachte identiteit op te nemen. En ik denk dat je daar heel dichtbij zou moeten blijven. Ik denk dat de combinatie van het ene Limburg met het andere Limburg heel vanzelfsprekend en makkelijk zou zijn. Dus als een combinatie van Noord- en Zuid-Holland. Dat mensen moeten gaan zeggen dat ze in Holland wonen. Ja, dat is niet het probleem. Maar wij hebben de neiging om die kracht dat mensen door middel van een woord of van een begrip zich koppelen aan een plek waar ze wonen en dat zij daarmee verbonden te zijn. Wij hebben de neiging om dat te snel te willen vergeten, omdat we iets anders willen gaan bereiken. Wat mij opvalt is dat er wordt gesproken over dat bestuurlijk verband, uw regio, dat gaat moeilijk. Dat is bedacht en kan je daar een huls voor bedenken, zodat die mensen gaan samenwerken. Nou, nu proberen we dat met ruimte. Dus kunnen we een mooi ontwerp of ruimtelijk concept maken. Kun je dat doen? En ik zou eigenlijk vanuit een andere kant willen kijken van, hebben wij een goede analyse voor dit gebied, wat ervoor zorgt waarom mensen niet met elkaar in contact komen? Dat is natuurlijk die landsgrenzen. Het is niet de grens alleen. Dat heeft te maken met belastingtarieven en vergunningenstelsels, een heleboel dingen achter het hebben van landen. En als je daarop doordenkt, dan denk ik wel dat je de reden vindt waarom we hier toch mee bezig zijn. Lijkt een beetje op hetgeen waar Dirk Sijmans over praat. Die schetst een beeld van, over 50 jaar hebben we andere energie. En daar kunnen we nu al op anticiperen, daar moeten we al op anticiperen. En vroeg of laat,
Dus mijn hoop in Europa, over 50 jaar doen die grenzen er niet meer toe. En wat hebben we dan hier? En op het moment dat je dat goed georganiseerd wil krijgen, moet je daar nu al acties van gaan doen. En ik denk dat je die zaken moet gaan opsporen. En dat betekent ook dat je moet gaan kijken naar nieuwe verbanden tussen steden die er nog niet zijn. Maar die heel logisch zijn als ze gaan ontstaan, omdat ze dicht bij elkaar liggen. En mogelijkerwijze dienen zich nieuwe vormen van mobiliteit aan. Aangeleden had het over fietsen. Nou, fietsen is op dit moment heel erg sterk aan het veranderen als gevolg van elektrische fietsen. Waardoor je meer kunt fietsen, in heuvelland kan fietsen. Pardon? Ja, maar die fietsen die sijpelen nu door naar hele andere lagen. Van, hij is lang verkocht als mobiliteit voor ouderen, maar het is mobiliteit voor mensen die 15 kilometer hebben tussen wonen en werken. En met een elektrische fiets kan je dat wel doen. Maar even terug naar de reden waarom we hier zijn. Ik denk dat er over 50 jaar geen reden is waarom je deze regio niet zou zien. Want het effect van die grenzen gaat vroeg of laat vervagen. En als je die situatie schetst, dan kun je terugredeneren wat je nodig hebt. Dus wat Dirk doet ten aanzien van energie. Je weet dat je hebt een behoefte aan een bepaald energiepatroon. En terugredeneren, dan moeten we nu dit gaan doen. Zo kan je dat ook voor deze regio doen. Okay. Dus daar ligt een begin van een cultureel programma. Of een begin van een emotioneel programma. Maar dan toch uiteindelijk altijd gebaseerd is op de een of andere manier op de ontmoeting tussen die verschillende nationaliteiten. Dat kan een ontmoeting zijn tussen talen, dat kan een ontmoeting zijn tussen systemen, ruimtelijke planningssystemen of manieren van omgaan met energie. Maar dan is het thema dat ergens op die grensvlakken iets interessants gebeurt, omdat daar juist verschillende dingen gebeuren. Of omdat er juist nieuwe combinaties moeten worden gemaakt. Is dat dan het thema zo'n beetje? Daar is een microfoon, want anders kunnen wij niet verstaan. Nou, ik dacht dat het wel te verstaan was. Nee, dat wordt ook opgenomen. Dus. Mijn naam is Clemens Binkhorst. In het verleden had ik te maken met planontwikkeling en stad en landschap. Wat mij opvalt, en eigenlijk mis ik inderdaad een laag. En dat is dat alles wat hier wordt voorgesteld, of dat nou initiatieven zijn op het gebied van ontwikkeling van ontwerpen, industriële vormgeving, toeristische ontwikkeling enzovoort. Alles heeft maar één drager en dat is de ruimtelijke ordening. En wat ik dus vooral in de provincie hier merk, is dat we hebben een plan POL, het POL-plan. Provinciaal omgevingsplan, dat in feite nauwelijks gebruikt wordt op lokaal niveau. En waar we nu over spreken, is eigenlijk het zoeken naar een drager om al die dingen, al die potenties mogelijk te maken, tot ontwikkeling te brengen. En dat kan in feite alleen maar met de goede ruimtelijke ontwikkeling. Maar vooral met een visie. En die visie moet heel ver vooruit kunnen gaan. Het POL is een eerste aanzet daartoe. Maar we zouden een pol aan de westkant moeten hebben, een pol aan de oostkant. Dat kan vermengd worden, dat biedt de drager voor zo'n regionale planontwikkeling. Daar hebben we bij te beginnen. Zonder die ruimtelijke ordening kan op lokaal niveau nooit een plan door een raad gestuurd worden. Dat zal gedragen moeten worden. Men is eigenlijk verplicht om dat pol te gebruiken bij het toetsen van bestemmingsplannen. Het POL zou eigenlijk de hoogste prioriteit moeten hebben. De praktijk is anders. Nou, dat wil ik eigenlijk graag opmerken. Wie wil ja, één aanvulling en dan volgens mij is het panel te popelen om te reageren. Ik wou eens even proberen of die opmerking van net, dat die ruimtelijke ordening zo belangrijk is, of we dat niet in twijfel zouden moeten trekken. Er komt een reactie op. Ja. Kijken naar die sporen die straks genoemd zijn. Hè. Onder koning Willem I liep het spoor van Maastricht naar Aken. En was dit gebied, de oostelijke mijnstreek, Parkstad Limburg, volledig geïsoleerd. Je moest 6 uur reizen heen en weer om in Maastricht te komen. Dat doen we nou geloof ik in een uur.
De steenkolenmijnen hebben, ik bedoel even terug, hè. De steenkolenmijnen, de economische ontwikkeling van dit gebied, hebben daar veranderingen in gebracht. Ik zou eigenlijk wel eens willen weten of die concrete projecten, Guido, de culturele hoofdstad, Volmar, het IBA-project, of dat concrete projecten kunnen zijn die voor de economie van de mensen in de straat hier uit te leggen zijn als belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. En dat is misschien veel belangrijker dan die ruimtelijke ordening. Nou, het is een combinatie van de dingen. Hè? We hebben daar overigens een mooie blauwdruk voor gemaakt, al zeg ik het zelf. We hebben een bidboek, een eerste versie van het bidboek Culturele Hoofdstad uitgebracht, waarin wij laten zien de verschillende mogelijke lagen die je nodig hebt om dit gebied met elkaar te verbinden. Ruimtelijke ordening is een belangrijk ding, fysieke verbindingen. Er zijn argumenten op verschillende lagen, dames, het is spannend vanavond, we krijgen verschillende dragers. Maar wij voegen daar nadrukkelijk aan toe ook een soort mentale verbinding. Maar je moet daar ook in uitleggen wat daarin de betekenis van Parkstad is voor de culturele hoofdstad. Ik vond dus bij de bijdrage van de eerste spreker, de Groen Metropool, een heel interessante bijdrage. Want daar kwam voor het eerst binnen dit gebied een eerst tastbare identiteit. Dit is iets wat wel eens absoluut een basis zou kunnen zijn en complementair in de rest van de regio. Daarom was de volgorde ook zo mooi. De Groen Metropool bracht een eerste identiteit binnen. Het verhaal van Aglaé bracht eigenlijk een andere argumentatie binnen. Vervolgens in het design element gingen we dat benutten. Kunnen we zeggen, wat zijn nou de verscheidenheden, hoe kunnen we dat benutten en wat levert dat op? En dat blijkt dus inderdaad wat op te leveren. Dan zit je heel snel, als we dat doordenken, aan die emotionele laag waar jij het over had. De laatste verhaal vond ik te spannend, een van de allerlaatste zinnen die gezegd werden. Die verscheidenheid in denkprocessen in die landen, als we daar nou eens ons wat meer op zouden oriënteren, zouden wij wel eens heel veel, zouden we ons voordeel kunnen doen. En jij benoemt daar in een grotere laag een verhaal bij. Straks zullen die grenzen in Europa weg zijn. Wij zullen alleen maar toekomst hebben wanneer we in staat kunnen zijn die verschillen in dit Europa te benutten. Niet tot een eenheid te brengen, nee, maar juist die verscheidenheid te benutten. Dit gebied, en daar zit misschien wat mij betreft een geheim, dit gebied heeft die verscheidenheid. Dus zeggen we, stel dat we dat nou kunnen benutten, doen we daar Nederland plezier mee? En doen we daar Europa een plezier mee. En dus roep ik bij deze iedereen op, jongens, we moeten ons druk maken dat we die culturele hoofdstad hier hebben. Maar dan gaan we een poging doen om dit te realiseren. Ja, tuurlijk. Maar jij, Hans, jij. Er is natuurlijk een hele duidelijke voorbeeld van hoe cultuur, ruimte en economie met elkaar samenhangen. Je hebt het als voorbeeld genoemd, de IBA Emscher. Waar in feite het Roergebied worstelend met zijn identiteit en het gevoel wij zijn een afgetrapte regio met alleen maar werklozen en noem maar op. Maar de werkelijkheid van het Roergebied was dat het langzaam aan het omdraaien was in de richting van een diensteneconomie en een ook deels maak-economie. En die IBA Emscher is erin geslaagd om die modernisering naar buiten te communiceren. Met als gevolg dat opnieuw het Roergebied is gaan bloeien. En uiteindelijk zijn ze culturele hoofdstad geworden. Dat is natuurlijk on top of it all. En je ziet hoe zeg maar cultuur, ruimtelijke ordening en economie een soort haasje over spelen. En dat haasje over, dat moet je onder de knie en hij is niet in dienst bij ons. Sorry? Nee. Hij is niet in dienst bij ons. Dames en heren, het is 9:45. We zitten al een kwartier op borreltijd. Maar de discussie verloopt volgens mij redelijk geanimeerd. Dus er zijn nog in ieder geval twee sprekers die ik het woord wil geven. Die komen uit de zaal hier. Ga je gang. Dankjewel. Ik zou nog iets willen toevoegen als relatieve buitenstaander van de regio. Mijn naam is Anja Kupchen, ik ben sociaal geograaf. Ik ben geboren in Oost-Duitsland, opgegroeid in Breda, Brabant. En ik woon nu in Nijmegen. Dat maakt je absoluut multinationaal. En nu
is het zo dat mijn grote liefde hier woont. Dus ik ben nu aan het overwegen om naar Heerlen te verhuizen. En dat is voor mij een hele grote stap. Wat ik dan wilde toevoegen is, voor wie is zeg maar die regio bedoeld? Of tenminste, waarschijnlijk is het een combinatie, maar gaat het om de mensen die er wonen? Wil je die samenbrengen? Wil je daarmee samenhang creëren? Of is het ook een identiteit naar buiten toe om mensen aan te trekken? Want het is natuurlijk wel een realiteit dat steeds meer mensen hier wegtrekken. Het is voor mij niet de eerste keuze om hier naartoe te trekken vanwege een, nou ja, voor mij in ieder geval een wat minder imago, laat ik het zo zeggen. Als ik de zaal inkijk en ik wil niemand voor het hoofd stoten, ik ben niet goed in leeftijd schatten, maar het is niet heel jong, gemiddeld. en dat is ook een beetje mijn beeld wat ik hier heb. Dus misschien is het ook goed om daar naar te kijken van, gaat het, hoe draag je dat ook naar buiten toe, zeg maar. Dus de identiteit naar binnen, maar ook naar... Meer als imago. Dus het gaat niet alleen maar, zeg maar even over de fysieke drager, maar het gaat ook over wie zijn nou in persoon de drager van zo'n verhaal. Ja, en nog één dingetje. Ik persoonlijk heb dus echt gezocht naar dingen omdat ik Heerlen als stad niet zo interessant vind. Maar daar hoeven we niet over te krijgt eigenlijk een gratis aanbod van allerlei gidsen die jou door Heerlen gaan begeleiden. Waar ik voor mezelf nu de toegevoegde waarde zie, is in die diversiteit dat ik hier dicht bij heel veel verschillende plekken ben. Dus precies. Dat even... Uiteindelijk komt hij dan toch altijd weer terug, die diversiteit. Ja. Het feit dat je hier toch in de buurt woont van een aantal plekken die je in de Randstad niet zo dicht bij de hand hebt. Ja. Wie wil er vanuit Paddel op reageren? Ik denk, wat is interessant is dat juist, dus dat het is niet één metropool, hein, we hebben altijd over woord metropool, maar het zijn meerdere centra die een metropool maken. En het is toch heel erg dichtbij. En je voelt dat altijd als ik ben in Mazeik, ik krijg een bericht op mijn GSM, welkom in Nederland. En ik ben in Mazeik. En als ik ga in Maastricht, ik krijg ook vaak welkom in België. Dus het is heel vlakbij. En het zijn heel pragmatische dingen die maken de regio ook. Dus die dichtbij. Dus dat kan je hedendaags voelen. En we hebben mensen ontmoet die voor landbouw werken in Nederland. En die zeggen, het is toch een beetje gek dat ik heb wel sneller een werk in Groningen dan vlakbij. En ik ken toch beter hoe dat werkt hier in mijn regio. Maar door de toch nationale organisatie kom ik niet aan die werk. Dus die nabijheid van die centrum, inderdaad, het is wel iets die kan meer ontwikkeld worden. Maar ik denk, het is een heel traag proces. Er zijn stappen. Hè? Een euregio-billet bestaat wel voor de trein. Dat bestaat, niemand weet het misschien, maar het bestaat. Maar het zijn heel kleine stappen. Het is heel traag. Maar daar openbaart zich dan de paradox van de grens. Hè? De paradox van de grens is dat we hem enerzijds ontzettend interessant vinden. We gaan ook op vakantie naar het buitenland om daar juist het vreemde te ontmoeten. En we vinden het leuk om als we dan in Nederland de trein nemen van Geleen naar Maastricht, dat ergens bij de Geulerberg plotseling de Belgische provider op onze telefoon krijgen. Maar tegelijkertijd zijn we bezig om die grenzen te willen opheffen. Dat is toch raar dan? Je zou ze eigenlijk ook liever willen behouden. Want dan hou je tenminste dat spannende grensgevoel. En dan kun je echt het idee hebben dat je binnen 100 meter in een andere wereld tegenkomt. Ja, T-Mobile Duitsland of T-Mobile Nederland. Ik voel het zijn nog steeds verschillende tariefsystemen, kan ik je garanderen. Grenzen zullen nog lang zichtbaar zijn door de kerncentrales die er langs geplaatst zijn. Oké. Daar is een reactie. Dank voor je reactie. Mijn naam is Hans Pannemans. Ik ben inwoner van Heerlen. Dat over 50 jaar die rijksgrenzen weg zullen zijn, dat zal ik wel niet meer meemaken. Maar ik hoop dat lang van tevoren iets gedaan is aan de gemeentegrenzen. Wat ik in de afgelopen jaren heb meegemaakt. Ik geloof dat het idee van de Grünmetropole nu een jaar of 4, 5 oud is.
En ik kan me herinneren dat ik met een aantal anderen daar erg enthousiast over waren. En toen een paar jaar later gevraagd werd, het was duidelijk dat hier in de Parkstad ongeveer 30% binnen één generatie, ongeveer 30% mensen minder zouden wonen en leven. Dus ik denk dan maar ongeveer een kwart minder bebouwing. Dat is nogal wat. En ik heb toen eens aan een wethouder gevraagd, zou die groenmetropole, waarin je dus de sterke en juist de specifieke punten van jouw stad binnen deze regio, zou je die groenmetropole kunnen zien, kunnen gebruiken als een idee om keuzes te maken met betrekking tot slopen en bewaren van bestaande bebouwing, kreeg ik als antwoord, nou, het is een leuk ideetje, maar ze zijn er wel meer. Dus ik wil maar zeggen, dat was van een wethouder hier uit Parkstad. Dus daarom, ik denk, alle ideeën, en die spreken mij wel zeker aan, hoe komt het dat ze toch kennelijk op een niveau vlakbij, ja, toch bijna voor onoverkomelijke grenzen komen te staan. Wij hebben als organisatie proberen te voorkomen dat we meteen bij de eerste avond verstrikt raakten in het politiek-bestuurlijke debat. Doordat we juist een andere realiteit naar binnen willen halen. Een andere realiteit die een ander soort van ruimte openbaart. Juist al om daar als een soort van tegenwicht aan te geven. Dan krijgen we precies op het slot van de avond, verzanden we toch weer aan het politiek-bestuurlijke. Misschien wil iemand van jullie daarop reageren. Volmar, wil jij? Nou, ben ik verstaan, ja. Nee, wat Hans zegt, dat is gewoon de realiteit waar we met de groene metropool ook tegenaan gelopen zijn. En dat kun je wel, zeg maar, ook in je conceptontwikkeling prachtige horizonten gaan schilderen. Maar je zult ze wel in de praktijk moeten proberen te laten landen. Nou, en dan loop je toch tegen dat soort realiteiten aan. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet moeten doen. Kijk, we moeten ons hier in deze regio blijven verhouden tot onze omgeving. Want als we dat niet doen, dan gaan we ons alleen maar beperken tot ons Limburgerschap. Nou, ik voel me laatste van alles Limburger. Ik ben eerst Heerlenaar. Ik ben op de tweede plaats ben ik Nederlander. Op de derde plaats ben ik iemand uit de regio. En op de vierde plaats ben ik pas Limburger, voor mijn gevoel. Dus voor mij is dat veel breder. Die grenzen die gaan weg, maar de taalgrenzen die zullen blijven. En ook de cultuurgrenzen. Want het Romaanse stuit hier ook op het Germaanse. Dus ja, hoe het ook zich gaat ontwikkelen in zijn kleinschaligheid, in zijn grootschaligheid. Het verhaal van Dirk met de energietransitie, nou, die komt als een golf op ons af. En als de mens bedreigd wordt, dan gaat hij in beweging komen of er is iets te halen. Hè. Dat zijn de twee factoren die in zo'n kleine hersenen zitten. Kijk, alles gaat veranderen, maar we zullen ons steeds tot die verandering moeten blijven verhouden en daar steeds de discussie in blijven opzoeken. De groenmetropool is zo'n poging om met die veranderingen mee te gaan en die discussie te zoeken. Maar die zullen we toetsen moeten aan de realiteit en wat we kunnen bereiken, ja, dat zullen we dan wel zien. Dat geldt ook voor Dirk. Dames en heren, zullen we stoppen vanavond? We kunnen onder de borrel kunnen we doorgaan.